De Surinaamse jazzmuzikus Eddie Veldman heeft gisteren voor jongeren van Frimangrong een drumworkshop georganiseerd onder de titel Beheersing van de kunst van het ritme. De workshop is gehouden in het Claudette Tony Multifunctioneel Centrum. Veldman benadrukte dat hij niet zomaar een drumworkshop geeft en ook werkt met jongeren die dat willen. De muzikus ziet niet graag dat als er hulp wordt aangeboden, dit niet goed wordt benut. Ik hou niet van jongeren die niks doen. Jongeren, ik weet dat jullie het moeilijk hebben in Suriname. Maar van waar ik vandaan kom, ik kom ook vanuit Frimangrong. Daar en daar de straat. Daar had ik helemaal niets. Nada. Maar alleen kijken naar het buurthuis in mijn buurt en kijken naar al die muzikanten om mij heen en ook de voetballers. De jongeren die gewoon geïnspireerd waren toen de tijd, heb ik ook voor mezelf besloten van nee man, ik kan geen grappen maken. Dan moet ik ook mijn best doen. Als je je best blijft doen, zal je gewoon altijd wat bereiken. Als je je best doet, zijn er zoveel mensen in de wereld. Zodra ze je ontdekken, gaan ze zeggen, je hoort hier niet thuis. De workshop leert jongeren praktische drumtechnieken, ritmeoefeningen en timingoefeningen en ook tips over drumstijlen en presentatievaardigheden. Veldman ging in op klachten uit het verleden dat hij met buitenlandse drummers kwam. Ik neem niemand mee. Er zijn velen van hieruit naar Amerika gegaan, naar Europa, Nederland en ze hebben allemaal wat bereikt. De laatste is Prey Anser, die ze aangenomen op het conservatorium van Amsterdam. Dus is ook iemand, dus als hij zijn best doet, dat hij de kennis weer kan brengen naar hier, om ook, dat hoop ik hè, dat ze daar gaan om te studeren, maar niet daar blijven, maar om terug te komen of steeds terug te komen om hun kennis over te dragen. Want het is belangrijk. Ik hou niet van komen hier en showtime. Ik heb dat soort dingen niet nodig. Wat ik nodig heb, zijn gewoon, mijn wens is gewoon om talenten te creëren en te begeleiden zolang ik adem. Wil ik jullie begeleiden, wil ik samen met jullie zijn. Eddie Veldman is dit keer afgereisd met de directeur van de Muziekschool van Amsterdam, een docent van het conservatorium en een zangeres om de drumworkshop in Suriname te verzorgen.